En ik heb de wethouder beloofd dat ik dit zou bekijken. Een aantal boeren in de Gelderse Vallei komt in de financiële problemen door mee te doen aan de opkoopregeling. Doordat het aanpassen of intrekken van de benodigde natuurvergunning lang duurt, krijgen boeren een groot deel van het geld voor de uitkoop pas later. En dat terwijl de kosten vaak nog doorlopen. Omroep Gelderland sprak de afgelopen weken met betrokkenen in de agrarische sector. Een aantal boeren blijkt in financiële nood te verkeren doordat ze meedoen aan de landelijke opkoopregeling. De uitkoopregeling bestaat uit 3 stappen. Op het moment dat de boer zijn handtekening zet, ontvangt hij 20% van het afgesproken bedrag. Daarna heeft hij de tijd om zijn vee weg te doen en de mestput leeg te halen. Ook moet de provinciale natuurvergunning worden ingetrokken of worden aangepast. Als dat is gebeurd, ontvangt de agrariër 60% van het opkoopbedrag. De laatste 20% komt binnen als de stallen zijn gesloopt. Het intrekken of aanpassen van de provinciale natuurvergunning blijkt een tijdrovend proces. En daardoor moet een boer lang op zijn geld wachten. En dit terwijl verdere bedrijfskosten wel doorlopen, zoals het afbetalen van de bank. Het zorgt bij een aantal boeren voor grote financiële zorgen. Een hapklare oplossing is er nog niet. De provincie zegt ermee bezig te zijn en wil het intrekken of aanpassen van de natuurvergunningen van stoppende boeren voorrang geven. Gelderland zoekt daarbij naar een balans tussen zorgvuldigheid en snelheid. Ook in Den Haag zijn ze op de hoogte van de problemen rondom de uitkoopregeling. De gemeente Barneveld heeft namelijk bij verantwoordelijk minister Van der Wal aan de bel getrokken. En ik heb de wethouder beloofd dat ik dit zou bekijken.